Je plaat heet Simon Stijn. Waarom geen echte titel? Ja, ik had misschien kunnen zeggen, net zoals dat liedje Dit Ben Ik. Maar ik vind als debuutalbum dat een naam genoeg zegt. Wanneer, wat hoop je dat dit album gaat doen? Wat wil je hiermee bereiken? Eigenlijk wat ik wil, is wat ik hoop, om met mooie muziek van mezelf en van anderen lekker in het theater met een mooie kleine band mijn werk van te kunnen maken. En niet alleen maar als solo zanger met een orkestband. Wat ik ook wil hoor, daar niet van. Maar de droom is toch wel echt met band, met violen en piano's, leuke muziek, met meerstemmig. Dat hoop ik dat eruit vandaan komt. En natuurlijk wat airplay. Ja, als je dat niet hebt, dan komt die theater ook niet. Wat voor werk doe je nu? Ik zit zelf ook nog in het glas. Dus op de bouw, zeg maar, de rosbief en broodjes nog bij elkaar te verdienen. Ja. Want de muziek kost op dit moment alleen nog maar. Dus jij bent glas zetten? Ja, beschadigingen in glas verwijder ik door middel van polijsten, zeg maar. Oké. Okay. Ja, een beetje specialistisch werk. Dus, maar dat zou jij, zeg maar, opgeven om uiteindelijk muziek en ATR? Muziek is mijn droom in mijn leven. Maar je zit bij het management ook van Jan Smit en de 3J's. Ja. Ben je trots op dat je bij die bands ook onder hetzelfde management zit? Wij hebben in Volendam het grootste boekingskantoor, bijna de grootste van Nederland. Ik zit nu dan toevallig bij Volume, wat daaronder valt. Maar het zou toch raar zijn als ik in Emmen of zo naar een boekingskantoor zou gaan. Als het bij ons als het naast de deur is. Ja, maar ze moeten je wel willen hebben natuurlijk. Dat staat vast. En ze wordt echt niet... Per jaar komen er wel meer Volendammers daar aankloppen. En die worden echt niet allemaal aangenomen. Maar waarom willen ze jou wel hebben dan? Ja, ik denk toch dat het wel een beetje in de stijl is qua leeftijd en qua Nederlandstalig van de jongens wat ze hebben. Denk ik dat ermee te maken heeft. Kunnen we nog een samenwerking voor jou verwachten? Zeg maar, je hebt nu een kruiwagen, Hans Meulen, dat je wellicht nog wat gaat doen met Jan Smit of met de 3J's of met Nick en Simon? Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat Jan Dulles een aantal liedjes, de koortjes zingt op dit album. Maar een echte samenwerking lijkt me wel leuk trouwens. Nou, want je zit, als ik het zo mag noemen, zit jij het dichtst bij de 3J's. Ja, de 3J's is ook eigenlijk, die hadden dezelfde historie als wat ik zelf had. Ook van een rockbeentje, van Pearl Jam en Creedence tot Led Zeppelin, tot nu Nederlandstalige mooie liedjes. En dat draai ik zelf ook, 3J's. Vind ik, ook wel een... Ook daarom is denk ik mijn cd een beetje deze kant op geschreven. Dat ik daar ook veel naar luister. Textueel.